deze is redelijk de originele. Dan kun je dus gewoon aan een drijvende lijn vissen. Gelijk een nymf of ook onder de bunghang. Alles is mogelijk. Een heel goed beestje in de oppervlakte. Een heel goed beestje. Ja. En dan heb ik nog twee meer loers. Deze is een konijnenstreamer. Daar heb ik al op ieder reservoir vregen mee gevangen. Ik heb die ooit gekregen van de voorzitter van een vliegvisclub langs de Semois. Ze gebruiken die streamer ook, op rivier ook? Ja, voor de opening te vissen op de Semois. Ja, dus, als er nog hoog water is en vaars uitgezet, vooral. Dat is echt een vreemde streamer. Ik heb daar in Oostenrijk ook meer foraal mee gevangen, bruine foraal op meren. Dat imiteert een klein visje natuurlijk. Ja. Maar zit vrij goed. En het laatste vliegje als vis op Chrysotan, dat is meestal met twee of met drie boemies, maar meestal met drie, dan hangt deze er altijd bij. Altijd. En meestal op de plek dichtst tegen de lijn. Dus de boobie die diepst vist dan eigenlijk, want in die 7 ligt op de bodem. En deze gaat dichtst tegen de bodem hangen en dan nog twee boobies met grotere ogen erboven. Enorm veel vis opgevangen. Dat is eigenlijk eentje dat ik zelf bedacht heb, maar een afgeleide van een vliesje van Patrick de Schutter. Hij vist dan meer actief. Rolly polly, een beetje rapper. Deze beestje marcheert echt goed traag, achtjes over de bodem draaien. Wat een achtje? B175, 12. 12, ja. Haakt dat nog uit? Want dat is zo wild. Er zijn maar twee Turkse plopsen die lopen. Dat is eigenlijk wat er speciaal is aan dat vliesje. Dus het is geen blok dat je erachter draait, zo dicht mogelijk tegen elkaar. Een beetje losser eigenlijk. Gewoon eigenlijk twee losse draaikers, plopsen die er draaien. Ze pakken dat ook heel gemakkelijk. En het laatste, als je dus je boobies naar omhoog vest voor een boot. En als je dan heel de tijd achtjes gedaan hebt en dan zie je zo aan uw lijn dat je nog 5, 6 meter diep zit, dan zit dat een overgang heel naar zwart op uw B7 lijn. De laatste 5, 6 meter, als je dat zo verneindigt naar boven trekt, dan krijg je daar nog regelmatig beter op en dat is meestal op dat land. Is geen damsel zo. Oh ja, maar ja.